zijn hier op het bedrijf van de familie Liberton. We melken hier 140 melkkoeien met twee A4's robots van Lely. Ja, we hebben veel jong grasland. We proberen ook op het bedrijf een beetje duurzaam te zijn door het middel van minder stikstof te strooien vanwege de teelt van klaver. We proberen hier grasklaver te telen om een goede ruwvoerkwaliteit in de kuil te krijgen. Met de ruwvoerdagen die we hierdags hebben, proberen we een continue kuil door middel van een lasagnekuil te maken. Dus we hebben in het voorjaar proberen we jong te maaien. Tweede snee proberen we als lasagnekuil boven op elkaar te leggen. En derde en vierde en vijfde snee ook. En dan heb je constant hetzelfde ruwvoer. 365 dagen voor de koeien leggen. Je houdt goede 49, 945 fem in de kuil het jaar rond. Dat leg ik voor het voerrek. We proberen ook te grazen, zoveel mogelijk vers gras voor die koeien te krijgen. En ook vers gras in die koe te krijgen. Ze krijgen best een redelijk aandeel mais. En mais hebben we ook het jaar rond, telen we. Als de mensen, dames en heren, nog meer willen weten, kom naar de ruwvoerdagen van de Heus. Steek je licht op en doe je voordeel mee.